Welkom, Josie Surmont. Dank u. Om hierbij te zijn. Super, kijk, voor de eerste keer een sympathieke lach, dat hebben we graag. Vandaag nemen wij een podcast op met Gymfet, om te spreken over mentaal welbevinden van sporters, atleten, van gymnasten. En dat doen we met mezelf als co-host van Onbespreekbaar, Jeff Willem, en ook van deze podcast, naast mij Nicolas Overmeijer, as always ook co-host van Onbespreekbaar en deze podcast. En voilà, Josie Surmont. 20 jaar. Ongeveer 20 jaar. Ongeveer 20 jaar al kennis als training. Dus dat is een onuitputtelijke bron om uit te putten vandaag. Toestel turnen bij de meisjes in Oostende. En ja, je focust je ook vooral op jonge gymnasten, ja, heb ik van horen zeggen. Nu, om direct al met de deur in huis te vallen, Josie. Wat is er uitzonderlijk anders aan het trainen van jonge gymnasten ten opzichte van, laten we zeggen, oudere leeftijden? Maar ik denk het grootste verschil met dan echt volledig zelfstandige gymnasten, 18 plus en zodra ze echt zelfstandig zijn, is dat je, ja, je hebt de communicatie met ouders, gymnasten en dan jezelf. Dus je zit echt in een driehoek waar vertrouwen moet zijn en waarin dat je, ja, duidelijk moet communiceren. Waar dat je, als je met senioren gymnasten aan het werken bent, ja, dan kan je rechtstreeks alles aftoetsen met die gymnast zelf. Uiteraard blijft ouder op de hoogte, maar die kunnen echt zelfstandig beslissingen nemen. Terwijl als je met jongere gymnasten werkt en traint, ja, kan je niet zeggen, we spreken zo af op training, want ja, de ouders moeten uiteraard ook wel mee in het gesprek opgenomen worden. Dat is denk ik qua communicatie het belangrijkste verschil. En voor mij ook, in manier van werken, moet je ze, ja, nog heel veel tools aanreiken om dan te gaan presteren op het niveau dat ze willen, waar dat bij een iets oudere gymnast al wel... En wat bedoel je met tools, als ik me vraag? Ja, je leert ze meer dan trainen alleen. Naar mijn mening dan. Je leert ze uiteraard het sporttechnische, het fysieke, maar je leert ze ook in zelfstandig werken, leer je ze stappen zetten. Je leert ze zelf actief denken, nadenken over, ja, waarom vragen ze iets als ik een foutje maak. Ja, wat kan ik dan zelf doen om het te verbeteren? Dus je leert ze, naar mijn gevoel, meer dan turnen alleen. Je leert ze een... Ook iets voor het verder leven. En ook op school, als ze de lijn doortrekken naar wat ze op school moeten doen, leer je ze ook een huiswerk plannen. Leer je ze nadenken. Okay, als ik op dat moment toets van wiskunde heb, ja, dan moet ik zorgen dat ik tegen dat voor... En dat leren ze op training door ook daar zelfstandig in te worden begeleid. En ja, dat denk ik. Voor mij, als een gymnastje stopt met turnen, is dat geen falen. Want ze hebben meer geleerd dan alleen het turnen op zich. Ik denk ook, of dat nu in topsportsetting is, of in competitiesetting, of zelfs, ja, voor recreatieve gymnasten. Je leert iets dat niet alleen van toepassing is op je turnsport, maar je leert ook iets dat je kan toepassen later in werksituatie of op schools. Zoals bijvoorbeeld? Ja, ik denk dat plannen is al voor mij een hele stap. Ik denk als je naar de universiteit of hogeschool of wat dan ook gaat, en je weet hoe dat je je week kan inplannen om toch nog met vrienden op stap te gaan, je trainingen te doen en toch je werk voor school klaar te krijgen, dan denk ik, ben je al een hele stap vooruit ten opzichte van iemand die dat niet kan. Dat is ook absoluut een nuttige skill die sommigen, als ze het later in hun leven moeten leren, helemaal de mist in gaan. Hè? Ja, dus ik denk... Ik hoorde u daar net zo al inspelen op communicatie en hoe belangrijk, ja, dat is, zo in de zin van communication is key. Hè? Mm-hmm. Maar als je dan met jonge gymnasten en jonge atleten te werk gaat, heb je dan de indruk dat, als je zo een van de eerste coaches bent die daar mee in contact komt, dat er daar ook een zekere nieuwe taal moet in ontwikkeld worden, een nieuwe vorm van communiceren met die jonge atleten? Ze moeten leren spreken natuurlijk. Ze moeten weten dat het stellen van vragen eigenlijk een goede zaak is. Hoe meer vragen ze stellen, hoe meer ze leren. Het was nog dit seizoen, het gesprek met mijn gymnastjes. Ja, wij zien dat als tegenspreken als we een vraag stellen. Dan denk ik, ja, maar dat is helemaal niet de input dat ik wil geven. Als je een vraag stelt, wil dat zeggen omdat je aan het nadenken bent, omdat je iets niet begrijpt. Ja, en dan vraag je raad aan je trainer. Het is niet dat je dat niet wil luisteren of dat je niet akkoord bent, maar je moet wel durven vragen. Tweede aspect is natuurlijk, ja, als ze een pijntje hier of daar hebben, ja, als je heel gefocuste atleten hebt, dat ze niet willen zeggen dat ze pijn hebben, dat ze dan zullen moeten... Dus, je moet ze ook, het vertrouwen is daar keyword. Je moet ze het vertrouwen geven dat als ze spreken tegen jou, dat daar de best mogelijke oplossing voor hen op dat punt dan gevonden wordt. En als ze, ik vraag altijd, weet jij dat ik pijn aan mijn teen heb? Dan zeggen ze nee. Dus ja, ik kan ook niet in je hoofd kijken als jij iets voelt of denkt. Dus je moet het mij vertellen en dan kan ik je helpen met het probleem. Als je niks vertelt, ja, dan kan ik je ook niet helpen. Dat is een beetje de setting waarin we proberen te trainen. Een feedbackcultuur creëren. Ja. En voor het ene
gymnastje lukt uiteraard beter dan de ander. De ene is wat communicatief vaardiger dan de andere. Maar denk ik voor iedereen cruciaal om te leren spreken. En niet alleen spreken als het goed gaat, of dat de sfeer oké is, maar ook als je voelt van het gaat niet, dat je dan juist zegt het gaat niet. Ja, omgekeerd uiteraard ook, als het, super, als het wel gaat en ik denk het gaat niet, dat ze het ook zeggen, ja, maar het is geen probleem, ik kan verder. Maar dat leren ze. En dat gaat niet van vandaag op morgen, dat heeft echt wel wat tijd nodig. Dat is een serieuze investering die je eigenlijk maakt om ze dan ja, communicatief vaardig te maken als ze ook grotere prestaties moeten of willen leveren. Wat ik ook frappant vind, is met uw voorbeeld van als je aan hen vraagt van ja, maar weet je dat ik pijn heb aan mijn teen? Uh-huh. Ja, nee. Dat zijn zo wat blinde vlekken die ze als jonge gymnasten hebben, omdat zij een soort veralgemening hebben van ja, ik kom hier luisteren naar mijn coach, ja. en zij zal het mij wel allemaal zeggen, of, en zij weet het wel allemaal. Ja. Maar dan moet je in principe ook als coach openstaan om al na te denken van wat zouden zij mogelijk niet durven of niet, ja, willen, niet vragen, willen zeggen. Versta ik ja. juist? Ja, en ik denk, ik werk nu ook wel met die groep gymnasten tot een 20-tal uur in de week, dus ik ken die meisjes op zich ook wel goed en vaak zie je al aan het gezicht of aan de lichaamstaal wat er wel of niet scheelt. Maar dan nog probeer ik soms niet meteen zelf de vraag te stellen, maar wacht ik tot zij naar mij komen. Of wat je ook natuurlijk heel vaak ziet, dan komt een vriendinnetje van het meisje met een pijntje hier of daar. Of met een... Ja, maar zij, dan denk ik, ben jij haar? En dan moeten ze proberen echt zelf te komen om het te leren vertellen. Wat doe ik ook heel vaak is als er iets moet doorgegeven worden naar de ouders, dat ik vraag van oké, ik zeg het tegen de gymnast. Ik vraag aan het gymnastje, jij zegt het tegen mama of papa. En dan stuur ik zelf dan nog een sms, hebben ze het gezegd, dat ze op de hoogte zijn. Of omgekeerd, ik vraag ook aan de ouders, als je iets wil vragen, geef het door aan je dochter of zoon dan. Dat zij het naar mij toe vragen. En check achteraf, hebben ze het gedaan? Want anders, als iedere keer rechtstreeks de communicatie gebeurt tussen mama, papa en ik, ja, dan leert de gymnast het ook niet zelf vragen. Mag ik naar een verjaardagsfeestje? Ja, ik vind het een heel ander verhaal. Als mijn gymnast zelf komt vragen, ja, ik heb mijn beste vriendin is jarig, ze heeft een feestje, mag ik gaan? Er is zelden een moment dat ik ga zeggen, dat mag niet. Maar ik vind het wel veel plezieriger als de gymnast het zelf komt vragen en niet dat mama en papa als meisje zegt, mag het? Ja, natuurlijk mag het, maar laat het daar zelf vragen. Ik denk dat dat een stuk zelfstandigheid creëert, dat wel belangrijk is dat ze ingeschoold worden. Het lijkt mij ook belangrijk dat het daar een soort zaadje plant, ja, naar dan een zekere gezonde zelfzekerheid, ja, om andere vragen te stellen. Voilà, klopt. En dat ja, je probeert ze de tools te geven, dat ze dan ja, later dan ook in moeilijke situaties het kunnen gebruiken om tot een goede oplossing te geraken. En dat ze, ja, de trainer wordt niet boos omdat er een vraag gesteld wordt. Meestal wordt de trainer boos, als ik het zo mag zeggen, omdat ze niet vertellen wat er scheelt en dat je niet kan helpen. En dat is frustrerend. Maar als ze zelf met de vraag komen, dit of dit scheelt, ja, natuurlijk probeer je die gymnast dan te helpen. Dus ik begrijp al enerzijds dat je... Ik vind het wel mooi om te horen dat je eigenlijk buiten je lijntjes kleurt van wat dat traditioneel het idee van een trainer zou zijn. Doe ik dat? Ik heb dat idee wel, omdat je die mensen toch tools meegeeft, gelijk dat je zelf zegt, maar dat ze later nog veel meer zijn. Hè, dat probeer assertief ik wel, communiceren. Ja. Maar dat is anderzijds, moet dat wel niet gemakkelijk zijn voor u als trainer om te investeren in jonge atleten die niet meteen de vruchten gaan plukken van dat moment. Ja, dat hoe ga je daar als trainer, ja, mee om? Want dat moet toch niet gemakkelijk zijn, maar altijd? Ik heb een projectje met de atleet waar ik mee werk. Dat is ja, een drietal jaar, soms wat vier, soms wat korter, langer. Maar eigenlijk hou ik altijd voor ogen dat hun doel is ja, presteren, wedstrijden turnen, als ze ouder zijn. Dus mijn doel is echt hen tot daar te laten groeien. En uiteraard ben ik niet de enige coach in dat verhaal. Dus succeservaring voor mij is niet ze worden Belgisch kampioen. Uiteraard vind ik dat leuk en laat ik dat niet liggen als die situatie zich voordoet. Maar ik wil sterke atleten voortbrengen. Dat ze, en met sterk bedoel ik niet alleen fysiek en sporttechnisch, maar ook inderdaad dat ze zelfs zeker zijn, dat ze vertrouwen hebben in zichzelf. En als ze dan, als ze weggaan bij mij, dat ze de stappen kunnen zetten om de prestaties te leveren dat ze willen leveren. Dat vind ik wel... Allee, daar haal ik ook heel veel voldoening uit. Ik ben super trots als er gymnasten van mij later prestaties neerzetten. Dan denk ik, oké,
toch nog, nog iets gedaan. Dat is mooi, je hebt daar deel aan gemaakt. Ja, voilà. Een stukje. En dan wat sporttechnisch op dat moment turnen is niet mijn werk, maar ik heb er wel een klein stukje in bijgedragen dat ze daar zijn geraakt. Ja. Het is misschien een beetje een rare vraag dat ik je dat ga stellen, maar omdat je plusminus 20 jaar ervaring hebt ondertussen, right? Ja. Dus ik veronderstel dat je al wat watertjes doorzwommen hebt en hier en daar je strepen hebt verdiend, op zijn minst gezegd. Heb je de indruk dat als ik u nu die aanpak hoor uiteenzetten, en zeker voor beginnende of nieuwe coaches die dat horen, heb je de indruk dat er altijd al ruimte is geweest voor die aanpak tegenover de voorbije 20 jaar? Ik denk dat er wel een serieuze evolutie in geweest is. Ik moet zeggen, ik heb altijd heel erg, ook toen ik startte, dat is een beetje mijn trainingsstijl, heel erg vragend lesgegeven. Maar ik denk dat vroeger hiërarchischer was, dat er meer, het was eenrichtingsverkeer. De coach zette de lijn en er werd gevolgd, terwijl er nu een veel directere communicatie is, ook met ouders, zelfs met multidisciplinair, met dokter, kiné, als dat zich voordoet. Dus ik denk dat er dat er veel meer gesproken wordt onderling, dat die driehoek, die vertrouwensdriehoek, dat echt wel belangrijk is. Want ik zei net, ik communiceer via de gymnasten naar de ouders om dat te leren, maar dat wil niet zeggen dat ik nooit met de ouders communiceer. Dat is misschien ook wel nog een belangrijke nuance. Uiteraard spreek je met de ouders en bouw je een vertrouwensband op. Ik wou daar net gewoon even aanhalen dat zij dat ook moeten leren, dat communiceren. Maar het een sluit het ander natuurlijk niet uit. Voilà, het is niet omdat je atleten of je gymnasten leren individueel zijn, dat ze dan volledig aan hun lot worden overgelaten van kijk, uw ouders hebben hier niks meer in te zeggen, uw trainer gaat het ook niet vragen voor u. Vind ik zeker belangrijk. Nu, die wisselwerking, want als gezegd over die driehoek bijvoorbeeld, op een zekere manier is er daar wel wat een gelijkheid in dan? Ik ga uit van het principe om mijn papa zijn baas. Ze hebben altijd gelijk. Ze kennen hun dochter of zoon, als het in een andere discipline is, het best. Dus daar ga ik nooit in discussiëren. Maar ik heb wel mijn kennis en ervaring op het sporttechnische gebied. Dus ik denk dat we elk op ons vlak zeggen van oké, dat is de lijn dat we trekken. Maar ik denk dat het stukje vertrouwen dat je hebt in elkaar, dat is superbelangrijk. En ik ben nu in een nieuwe trainingszaal gaan lesgeven. Dat vertrouwen, dat moet je tijd geven. Je kan niet van vandaag op morgen zeggen, kijk, hier is mijn dochter, ga ermee aan het werk. En ik zie wel waar, dat gaat niet. Ik ben ook mama, je wil dat er goed voor je dochter gezorgd wordt. En je moet die persoon leren kennen. Je moet ze leren kennen in situaties dat supergoed gaat en dat je gymnast blij is en we maken vooruitgang. Maar ook aan de andere kant van het verhaal, dat je denkt van, het wordt een beetje lastig, we moeten zorgen dat we eruit geraken. En ik denk als je alle processen een keertje hebt meegemaakt en er zit echt een vertrouwen in van oké, we werken aan hetzelfde doel, we hebben het beste voor ogen voor jouw dochter of voor die atleet, dan kan je, dat is misschien een beetje raar gesteld, maar dan kan je iets meer permitteren. Als je dan eens wat kordater bent op training, dan weet die ouder ook, het zal wel met een reden zijn dat er een keer kordaat geacteerd wordt. Met een goede intentie. Met goede intentie, voilà. En ik denk als je die marge niet hebt en als je als trainer moet gaan nadenken, mag ik het wel zo formuleren? Gaat het niet verkeerd geïnterpreteerd worden? Als je zo moet beginnen denken op training, dan gaat het niet. En dan denk ik, is dat vertrouwen dat de atleet in jou heeft en dat de ouders in jou hebben, is dat zeer belangrijk, ja. Mag ik daar nog een keer een vraag over stellen? Ik ben enorm in het driehoeksysteem aan het denken. Naar de ouders toe, omdat ik mij ook wel kan inbeelden dat ouders heel begaan zijn met hun kind, terecht. Uiteraard, ja. Maar daarvoor niet altijd even hard stilstaan bij wat de belevenis is van de coach. Dus mijn vraag is, als je dan communiceert met de ouders, is er een verschil voor u tussen bijvoorbeeld zeggen, ik ga het nu heel zwart-wit maken, maar tussen bijvoorbeeld zeggen, dit werkt niet voor mij, of dit werkt niet voor de gymnasten? Ik denk dat wel, maar ik denk dat ik dat misschien nog te weinig doe. Ik probeer altijd te denken in functie van de atleet. En te denken, hoe kan ik haar helpen om stappen te maken? En dan zoek ik naar de manier dat het voor haar werkt. En soms is dat voor mij een moeilijkere manier dan omdat dat voor die atleet dan net werkt. Maar dan ga ik wel, ik als trainer ga dan wel proberen de manier te vinden. Dat is niet het gemakkelijkste. En dan je hervalt wel vaak in de stijl die je dan wel ligt.
Maar ja, dan, ja, dat is part of the job. Hè. Dan maakt de training even natuurlijk ook boeiend. Dat je niet altijd hetzelfde kan doen. Je moet soms even van het pad af om dan tot het gewenste resultaat te komen. Ja. Maar het is super mooi dat je dan ook dat naast u kunt leggen om dat toch te proberen. Ja. Omdat ik me wel kan inbeelden dat ook dat een cruciaal stuk is van de communicatie tussen ik denk, ik denk dat je vooral er moet van uitgaan en als je met de ouders spreekt, de doelen stellen. Wat is voor haar, voor de gymnast, voor de atleet prioritair? Wat is voor jou prioritair? En dat je op eenzelfde lijn zit. Want als je daar naast elkaar werkt, ja, dan zijn er al frustraties of fricties, zonder dat er eigenlijk een probleem is. Want het gaat dan over de doelen dat je stelt. Dus ik denk dat je daar heel concreet in mag zijn bij jongere gymnasten, omdat ze dat heel vaak zelf niet verwoord krijgen. En dat, dat moeten ze natuurlijk ook wel leren, dat als je echt werkt of wil werken op langere termijn, dat dat ook consequenties heeft in de beslissingen die je nu neemt. Ja, als ik merk dat een gymnast in groeispurt is, ook al is dat een heel getalenteerde gymnast, dan nog ga ik de belasting verminderen. Wat betekent dat ze minder elementen gaan kunnen, dat ze misschien ook minder wedstrijden gaan turnen, dat ze minder prestaties zullen leveren, maar dat ze misschien wel op lange termijn het langer gaan volhouden, dat ze minder blessures gaan hebben, dat ze dan wel de prestaties gaan leveren. Is dat een garantie? Nee, want je kan in het traject naar het senior zijn nog moeten stoppen om andere redenen. Je hebt geen glazen bol. Maar dat betekent wel dat we op dat moment beslissen, we gaan dat niet doen, of we gaan dat nog even uitstellen. Of we gaan dat... Dus je, als ouder en gymnast daar niet mee eens zijn, dan is dat ook een volste recht, maar dan wil ik wel dat ze dat kenbaar maken. En ja, dan nemen we een andere beslissing. Dus ik denk dat dat in evaluatiegesprekken, in opvolggesprekken, dat dat wel belangrijk is om te duiden. Wat willen jullie? Wat wil de gymnast? Wat wil ik? En zitten we op eenzelfde lijn om naar dat doel te werken? Ja. Ja, dat kun je anders dan er ook over communiceren, hè, en daar transparant over zijn. Voilà. Daar verwachtingen en die niet uitspreken. En dat is altijd een beetje een recept voor... Ik denk ook, zeker omdat je met die jonge gymnasten aan het werk bent, vaak krijgen ze het echt zelf niet verwoord. Of voelen ze wel, het gaat niet, of ik krijg pijn als ik dat doe. Maar het is niet omdat je het voelt en ervaart, dat je het ook kan verwoorden en concreet maken naar een doel. Ja, en daar dienen mama, papa en de trainer dan voor, om dat Het is de tweede keer dat ik u hoor vertellen over jonge gymnasten die iets niet verwoord krijgen. Het makes sense, als ik daar naar luister. Hoe kun je als trainer dat een beetje proberen overbruggen, dat die mensen dat wel verwoord krijgen? Is met voorbeelden werken. Leren, ik probeer dan met voorbeelden te werken. Dat ze het niet allemaal zelf moeten zeggen, maar dat ze kunnen zeggen, nee, het is meer zoals dat of meer zoals dat. Dat ze zo het kunnen proberen duiden. Analoge voorbeelden. Voorbeelden, inderdaad. Of, ik denk er gewoon iets informeler ook dan echt mee in gesprek gaan. En dat ze durven zeggen wat er scheelt. En ik bedoel dat ook niet negatief. Het kan ook iets super positiefs zijn dat ze vertellen en dat ze denken van oké, ik voel me eigenlijk wel fit en ik ben wel klaar voor dat elementje. En dat je kan duiden, waarom doen we het niet? Of als het echt zo is, dan gaan we wel een stapje verder. Maar het gaat dan altijd over hetzelfde, over durven spreken, over durven de trainer aanspreken en zeggen waarom doen we dat zo of waarom kunnen we dat niet zo doen? Dat is misschien ook wel een belangrijke nuance, zonder dat ze zelf de training overnemen. Hè. Want zeker. De klok mag ook niet doorslaan naar de andere kant. Het is wel nog altijd de trainer die voor mij dan de training bepaalt, inhoud geeft, beslissingen neemt. En ouders en gymnasten krijgen uiteraard in het hedendaagse turnen inspraak in wat willen we bereiken en hoe willen we dat doen. Maar mijn job is de trainingen invulling geven. En ouder en gymnast beslissen dat niet. We gaan het op die manier doen, hè, anders... Ik heb zo de indruk dat, en verbetert mij als ik het verkeerd zie, dat er wel ook best wel wat chaos gepaard gaat met jongere gymnasten een beetje te sturen en te trainen. Hoe vind je daar wat een balans in? Dat is eigenlijk een leerschool. Want ik begrijp dat zelf ook wel. Ik had een voorbeeldje, als je met jonge gymnasten op wedstrijd gaat, is dat voor mij loterij. Want je kan een perfecte voorbereiding hebben en de wedstrijd kan volledig in de soep lopen. Maar het kan ook omgekeerd zijn, dat je de voorgaande training denkt van amai, hoe gaat dat hier lopen? En dan een wedstrijd turnen, pif, pof, paf en alles loopt perfect. En ik denk, hoe ouder ze worden, hoe gestroomlijnder die voorbereiding en de wedstrijd op elkaar aansluiten.
Maar ook daar, ja, ik weet dat verstandelijk dat dat zo is. Maar zelf denk ik ook altijd, als er dan een mislukte wedstrijd zou zijn, wat heb ik verkeerd gedaan? Terwijl dat ik wel aan de ouders en gymnasten duid, ja, het kan nog niet dat ze het perfect kunnen. Het is eigenlijk een gelukje als het allemaal op die leeftijd gesmeerd loopt. Maar, ik weet het wel, maar toch, ja, voel je die onthoocheling of voel je dan, ach, doe me, het is niet gelukt, wat heb ik verkeerd? Het is een leerschool, het is een leermoment. En als zij leren uit die ervaring en het de volgende keer anders aanpakken, dan denk ik, ja, check. Dat gestroomlijnde waar je over spreekt, en dan zegt hij, naarmate als ze ouder worden, worden ze gestroomlijnd. Hoe reverse engineeren we dat stroomlijnen? Hoe kunnen we daar... Wat is dat element dat bepaalt dat iets meer gestroomlijnd is? Ik denk het feit hoe dat ze zichzelf leren kennen. Ik denk als je zelf weet, als ik mij op die manier voorbereid naar een wedstrijd of naar een testmoment of wat dan ook, en dat werkt voor mij, ja, dan raak je een beetje in een vibe en kan je het ook altijd toepassen. En dan weet je, ik ben klaar voor mijn wedstrijd. Maar als jij als 9-jarige, 10-jarige naar een wedstrijd gaat, wat weet jij wat dat er werkt? De koptelefoon hebt met muziek? Of is het gewoon nog eens aan ozel doen? Voor je weet niet hoe dat je zelf werkt, hoe dat je zelf marcheert. Moet ik extra vroeg in een bubbel kruipen voor een wedstrijd te gaan? Of ja, moet ik het zo lang mogelijk afhouden en er niet aan denken? Ik denk dat ze, well ja, mijn ervaring zegt me dat ze proefondervindelijk moeten gaan ja, merken hoe lever ik de prestaties af dat ik wil dat ik lever. En dat kan niet van, ja, van de dag op morgen. Dat heeft wat falen nodig om dan tot het gewenste resultaat te komen. Ja. Ik vind het vooral ook mooi dat je daar op een zekere manier zeer bescheiden over zijt, maar het extra aspect van ook te zien dat er sommige dingen niet altijd voor elke gymnast werkt. Want zoals dat daarnet aanhaalde, als je bijvoorbeeld aan het communiceren zit met de ouders, dat je ook denkt van oké, ik weet wel dat dit het beste is, maar ik merk dat het anders beter werkt, ga ik toch iets anders proberen. Als je dan zelf zo soms een beetje tegen een muur loopt als coach, of dat nu eigen ondervinding is, of dat je dat zelf ook wel gelooft, wordt er veel ondercoachen geholpen, gecoacht? Ik heb de ongelooflijke luxe om nu met een collega de groep te begeleiden. Dus dat we met twee eigenlijk op het team gymnasten staan. Ja, en dat geeft een rust voor mij. Gewoon omdat je kan even een stap terugzetten en vragen... Wat denk jij? Ligt het aan mij? Is het de situatie? Moet ik gewoon even gaan slapen en morgen een betere dag? En dat geeft, ja, je hebt de klankbord. Hè? En als je met twee hetzelfde gevoel en hetzelfde idee hebt, dan weet je al, oké, ja, misschien moeten we even denken dat we het dan anders kunnen gaan aanpakken. Soms helpt het ook doordat de andere coach dan dezelfde feedback, maar op een andere manier zegt. Andere woorden, andere ogen. En het probleem kan al verholpen zijn. Dus voor mij geeft dat heel veel rust dat ik niet alleen verantwoordelijk ben in zo'n situatie. Ja. Uiteraard heb je nog collega's dat je altijd terecht bij kan, maar gewoon het feit dat er iemand naast je in de zaal staat, is voor mij wel ja, heel leuk. Ik kan mij zeker inbeelden dat dat ook iets meer durf meebrengt, omdat je dan weet van, bon, ik heb een klankbord, we doen dat samen. Ja. Kan alleen maar gezond zijn natuurlijk. Maar... Ik moet ook een beetje terugdenken aan, als je zo zegt, van het mag niet te veel naar de ene kant of naar de andere kant uitgaan. Opnieuw, je werkt met jonge atleten, jonge gymnasten. Wat is te streng, wat is niet streng genoeg, wat is aangenaam, wat is niet aangenaam? Ja. Is er daar ergens een succesformule voor? Ik probeer een beetje te werken met, dat klinkt misschien raar, maar zo een derde, een derde, een derde. Ik probeer een derde, moet dus echt het gevoel hebben van, ja... Het gaat goed, het lukt. Ik pak elementen. Ik maak de prestaties dat ik wil maken. Een derde een meer neutraal gevoel. Ja, geen spectaculaire zaken, niet positief, niet negatief. Maar een derde van training moet voor mij ook zijn dat het een beetje pittiger is. En dat kan zijn op fysiek vlak, dat kan ook sporttechnisch zijn, dat kan ook mentaal zijn dat ze een beetje moeten doorbijten. Maar dat ze het gevoel hebben van oké, nu moet ik wel eventjes bikkelen om het programma te halen. En is er een van die... stukjes in disbalans, ja, dan gaat volgens mij op langere termijn ergens het doel dat je voor ogen had, zal dan volgens mij minder snel behaald worden. Of ja, als te veel hier tralala is, ja, dan halen ze het doel niet. Of is te veel te lastig, ja, dan worden ze wat gedemotiveerd. Of is de vibe ook wat minder. Dus denk dat is voor mij een goede richtlijn om het... Dus wat waren de drie elementjes? Voor mij een derde moet... superleuk zijn, het behalen van sporttechnische elementen. Denken van oké, trainer vraagt dit, ik draai het programma en het lukt me heel makkelijk. Een derde moet een neutraal gevoel zijn. Het gaat goed, niet spectaculair goed of slecht, ik kan het doen.
En dan een derde, ja, even op de tanden bijten. En, maar dat op de tanden bijten moet voor mij ook niet negatief zijn. Maar gewoon het gevoel van, het is pittig. Ik moet nu wel eventjes een tandje bijzetten om het te turnen. Want dat kan eigenlijk toch ook fun zijn? Of ben ik nu volledig... Die derde doorbijten, tuurlijk. Zeker als het dan wel lukt, heeft dat een zeer, zeer goed gevoel. Maar het kan ook resulteren in, oké, ik moet doorbijten, omdat ik weet dat het resultaat zal opleveren de volgende keer als ik dan wel fit ben. Ook als het niet lukt, voilà, moet ik kunnen doorbijten. Voilà. En dan, ja, okay. Ja, en moet ik het grote plaatje blijven zien van, het moet nu niet lukken. Ik ben aan het hard werken om het binnen 2-3 weken wel te doen lukken. En ja, dat leren ze wel. Want het serieuze werk, die dan op dat moment niet fun is, omdat het niet aan het lukken is, of ergens een beetje vastloopt of wat dan ook, leidt wel uiteindelijk tot... Tot succes, ja, voilà. En ik denk als je niet... Dat is mijn mening, hè. Als je niet jezelf af en toe dwingt om wat extra er naartoe te leven, of je hebt een beetje schrik en je denkt van oké, nu ga ik het toch doen, ja, dat zorgt, één, als het dan wel lukt, voor heel veel zelfvertrouwen naar de toekomst toe. En dat leert ook, ja, als dat niet gaat, het is niet omdat het vandaag niet gaat, dat het morgen ook niet zal lukken. Dus ik denk dat ze daar, zowel over een seizoen gezien, als over een week gezien, dat een goede richtlijn is. Uiteraard is dat geen bijbel en... Loopt dat niet altijd helemaal volgens die 1/3. Maar het geeft mij wel een houvast in hoe moet ik mijn trainingsweek zien. Kan u ook wel geloven dat zo dat derde op de tanden bijten, als er daar uiteindelijk dan wel ook iets in lukt, dat zijn de kleine overwinningen. Succesjes, hè. Ja, ja. Die je toch enorm veel energie geven naar the greater good. Allee, of ja, ja, zeker, zeker, zeker. Zijn. En het geeft mij vaak veel meer voldoening dat iets... waar je echt lang hebt voor moeten trainen, dat lukt, dan dat je een moeilijker element, die dan op veel kortere tijd lukt. Ja. Het is maar goed dat je doelen stelt. Heb je daar een paar voorbeelden van? Goh, ik denk dat elke gymnast is anders. Dus voor de ene is een salto op de balk moeilijk, de andere denkt die balk, oh, dat vind ik leuk, ik zie daar een uitdaging in, vind dat niet eng. Dan is aan de brug zwaaien of daar overkop gaan veel enger. Maar doordat je met een diverse groep bent, ja, zorg dat je moet differentiëren per toestel. En dan denk ik, ja, ik werk liever 3 weken verder om dat meisje dan die reuze zwaai te leren in een veilige setting, dat ze niet denkt van, oh, waar ben ik hiermee bezig? Maar dan heb ik ook wel voldoening uit het feit van, ik heb het gedurfd en het lukt mij. Dan een gymnast die denkt van, ik vind dat makkelijk, 2-3, hup, en het is mij gelukt, dat element, en op een week verder kan ik naar het volgende element. Terwijl, eigenlijk zou je als trainer kunnen denken, amai, ik heb dat op een week klaargekregen, goed gewerkt, klaar, maar... Op naar het volgende. Op naar het volgende. Terwijl dat eigenlijk ook het durvende succes op zich is. Voilà, ja, dus ik denk dat hoe dat je... Ja, dat je als gymnast bent en hoe dat je iets ervaart, ja, is heel persoonlijk. En voor de ene is dit eng, voor de ander is dat moeilijk, en... het is niet omdat je een half jaar langer op iets moet oefenen, dat minder waarde geeft. Ik denk dat je dat wel persoonlijk moet bekijken. Maar in principe, het proces zelf heeft ook al heel veel waarde. Ja, heel veel. Ik denk als je geen plezier hebt in het proces, dan houdt het in turnen heel snel op. Want je moet vaak, zeker hoe ouder dat je wordt, je moet heel lang oefenen om iets heel kleins te kunnen. Als je op seniorniveau... een jaar lukt, dan heb je 1/10 bonificatie. Oehoe. Dus dat, als je dan het proces niet leuk vindt, ja, dan stopt het snel. Dat is dan het voordeel van mijn jongere meisjes te werken. De succeservaringen zijn daar wel iets frequenter. Ja, korter op elkaar. Korter op elkaar. Het is natuurlijk ook belangrijk dat als je die succesmomenten daar ook een keer bij stilstaat, en niet zo van hop, op naar het volgende. Want stel dat het volgende nog niet lukt... Ja. Kunnen ze wel een beetje rust vinden, als ik het juist versta, of vertrouwen vinden in... Ja, maar het vorige was super moeilijk in mijn belevenis, maar het is wel gelukt. Ja. Dus dit zal uiteindelijk ook wel lukken. Dat is een beetje wisselwerking. Hè? Je tankt vertrouwen uit het feit dat er andere elementen ook eerst moeilijk waren en dat je nu uiteindelijk wel makkelijk turnt. Dus dat geeft hopelijk die gymnasten ook wat vertrouwen voor de toekomst. En het is niet omdat het ene moeilijk is, dat je het andere even moeilijk gaat vinden. Soms, als je een stap gezet hebt... Ja, is de bal aan het rollen en ben je vertrokken? Helaas kan die ook af en toe stoppen, de bal. Dus dat is... Maar ik kan me wel inbeelden dat het daar een constante
ja, evolutie in ervaart en dat daar constant wel moet bij zijn. Want ja, de ene dag is de andere natuurlijk niet. Als je zo zegt, in een bal kan wel een keer stoppen met tot rommel komen. Vind je dat dat een zekere, bij gebrek aan beter woord, cultuur is die je zelf kweekt met de groep waar dat mee werkt? Of is dat een beetje afhankelijk van, om het cru te zeggen, wat dat krijgt? Ik denk wel dat een cultuur kan, of een trainingssetting kan creëren waarin dat ja, meer tot zijn recht komt. Maar uiteraard is het ook wel gestuurd door het type gymnasten dat je hebt. Ik vind het heel leuk als het aantal oudere meisjes, mijn vijfde, zesde leerjaars, als die in de meerderheid zijn, omdat die dan de vierde leerjaars ja, een beetje richting geven en trekken. Ah, ja, meetrekken en zo. Voilà, en dan leren ze onder elkaar en moet ik het niet allemaal sturen. En dat nemen ze vaak ook heel veel sneller op dan dat ik het allemaal moest sturen. Als de nieuwe instroom groter is dan het aantal gymnasten dat er blijft, loopt dat vaak wat stroever en heb je wat langer tijd nodig voordat die een beetje gerodeerd geraken. En is dat vooral omdat ze dan opkijken naar die meisjes? Ja, ze kunnen spieken, hè. Ja, dat is gewoon zo. En zeker als je dan een beetje een trekker van de groep hebt, die het ook dan als het moeilijk gaat, kan zeggen van... Ja, rustig, het wordt wel weer beter. En we hebben het zelf al gehad, dat als een mede-atleet dat zegt, ja, dan ervaren ze dat vaak ook wel nog anders dan dat de trainer zag dat wel gaat beter. Allee, bedoel, dat is een andere perceptie voor die gymnast. Dus dat is zeker een setting dat je een beetje zelf in de hand hebt in hoe wil ik de sfeer, hoe wil ik de dynamiek op training, wil ik die hebben. Maar uiteraard sturen de gymnasten hun karakters. Als je 8 superstille meisjes hebt, ja, dan heb je niet de dynamiek dan dat we daar één ambiance maken. Ik bedoel, absoluut. Dat is inderdaad het gegeven dat je niet in controle hebt, maar het werken aan die cultuur samen, dat is wel een investering die super waardevol is voor heel... En ik denk, zeker als ik ook terugkijk de voorbije jaren, is dat wel geëvalueerd, waar dat je als trainer vroeger sporttechnisch heel erg sturend was, is er nu naast dat sporttechnische is het fysieke gekomen, wat vroeger in de turnsport bijna niet aan bod kwam. Dus op de toestellen turnen. Dan later is het fysieke erbij gekomen. Ja, je moet fysiek voorbereiden, wat dan logisch is nu, maar dat was toen een andere gedachtegang. Je moet echt fysiek gaan trainen om dan op de toestellen te kunnen turnen. Ja, dan komen nu de soft skills er nog een keer bij. Dus het pakketje dat voor de trainer noodzakelijk is, wordt steeds groter. Terecht, hè, want het zijn allemaal dingen die je nodig hebt als trainer, maar het wordt er niet gemakkelijker op, ik zal het zo zeggen. Het is een volledige boek. Als dat al een volledig boek is, vinden we dat er nog een cruciaal hoofdstuk is die nu geschreven wordt, die er nog mag bijkomen? Toekomstgericht dan, bedoel je? Ik denk, of ik hoop, dat er steeds meer multidisciplinair zal gewerkt worden. En niet enkel in een professionele setting, maar ook echt op clubniveau. Dat je kan zeggen van oké, ik ben sporttechnisch, heb ik de expertise, heb ik de methodiek, de ervaring om het aan te brengen, maar ik kan niet en op sporttechnisch vlak, en op dansant vlak, en op mentaal vlak, of op ik denk maar, wij werken ook veel met loopscholing, je kan niet en in atletiek. Dus het wordt een beetje veel om allemaal zelf in handen te houden. En dan denk ik, ja, is het wel interessant dat je een keer een externe input hebt, daarvoor niet voor een gans seizoen, maar om je daarmee samen te zetten. En oké, dat is het traject dat die gymnasten willen maken dit seizoen. Wanneer kan jij een meerwaarde zijn in dit traject? En dat je eigenlijk gaat samenwerken, niet alleen turntechnisch gericht, maar breder, denk dat. Voor ook een beetje die blinde vlekken op te vullen, of niet? Dat wel een meerwaarde kan worden in de toekomst. We spreken over de toekomst. Hoe ziet volgens u de trainer van de toekomst eruit? Dat is een moeilijke vraag. Amai. Maar ik ben zelf even een beetje in mijn hoofd aan het denken van, mooi, interessant. Ja, ik denk dat op zich niet zoveel verschilt van de trainers die nu in de zaal staan. Ik denk dat het grote pijnpunt nu is dat in gymnastiek heb je heel veel uren nodig om tot resultaat te komen dat wij willen komen. Dus ik denk dat het multidisciplinair werken daar een hulp in kan zijn, dat je het niet allemaal meer moet gaan trekken. Dus ik denk de trainer van de toekomst. Ik denk ook gepassioneerd en gedreven zoals nu. Met een brede kijk. En dat wel misschien belangrijk is, dat je het, als trainer het grote plaatje voor je blijft houden. En weet, oké, wat is mijn doel?
waar wil ik naartoe en wat wil ik nu bereiken? Dat je dat nog eventjes kan uit elkaar halen. Ja. Dat uit elkaar halen, dat vind ik een vreemd essentieel. Sorry, ik heb het gelijk, jij juist heel veel vragen zet, Nicolas. Ik begrijp ook wel natuurlijk, als je als trainer, een beetje om terug te cirkelen naar het begin van de podcast, investeert in de toekomst van de gymnast die je aan het trainen bent, en denkt van oké, gelijk een politiek beambte, ze zijn 4 jaar aangesteld om iemand bijvoorbeeld te trainen, maar ik ga hier de vrucht niet van plukken. Is dat dan ook iets waar dat een beetje je ego voor me aan de kant zetten? Ja, misschien wel. Ik stel me altijd de vraag, wat wil die gymnast bereiken? En ik ben een stukje van dat kleine geheel om dat te doen lukken. En als dat betekent dat ik geen Belgisch kampioen of Vlaams kampioen kan maken, dat is misschien het slechte woord, maar dat we dat kunnen bereiken. Maar het zorgt er wel voor dat die gymnast op lange termijn zijn of haar doelen kan bereiken, dan zet ik met plezier een stap opzij en behaal ik echt evenveel plezier in het stellen van die tussendoelen en ja, het denken aan de toekomst. Wat kan je gaan doen in de toekomst? Of als ze dan inderdaad in de toekomst die prestaties levert, denken van oké, het was een correcte beslissing. Helaas is het niet altijd de correcte beslissing. Je weet het natuurlijk niet. Je probeert op dat moment om de juiste beslissing te nemen, maar niemand kan in de toekomst kijken. Maar ik denk inderdaad, ja, het is wel belangrijk dat je niet denkt in wat wil ik bereiken op dat moment, maar wat is het doel van die gymnast en wat willen we samen in ons project bereiken? Niet project nu, maar project toekomst. En dat je die doelen op elkaar afstemt. Je kan, naar mijn mening, je kan doelen hebben op lange termijn, wat dat voor die gymnasten, zeker als het jongere gymnasten zijn, ja, dat is lucht. Hè. Die kunnen niet denken, over 8 jaar ben ik dan 16 en wil ik dat bereiken. Dat is te ver weg, dus je moet met die tussendoelen werken. Maar die tussendoelen zijn, zoals dat woord hem zegt, zijn maar stapjes in het proces. En dan ben ik even blij met het behalen van die tussendoelen als dan het uiteindelijke resultaat er komt. Met wat voor tussendoelen werken dan bijvoorbeeld? Dat hangt denk ik van de situatie af, ook aan de leeftijd van de gymnasten die mee werkt. Ik kan me inbeelden als je zegt van ik werk met een 9-jarig gymnastje, dat het doel is dat ze op het eind van het seizoen een aantal elementjes kunnen lukken. Ja, dat aantal elementjes zal er niet voor zorgen dat ze, dat ze wereldkampioen worden, maar dat zal misschien wel voor een gedrevenheid bezorgen. Dat, je kan als doel zetten, ze willen met passie, met gedrevenheid, ze willen kunnen doorbijten, dat is voor mij ook een hele belangrijke. Dat mindset. Zijn voor mij, ja, mindset, dat zijn voor het leren trainen. Ze zitten echt in de fase van, ja, hoe moet ik trainen? Als ze daar ook stappen in zetten, is dat voor mij even belangrijk dan dat ze dan het sporttechnische elementje behalen. Maar dat is voor mij echt, ik ga niet zeggen leeftijdsafhankelijk, want vaak zit er ook wel een verschil bij die jonge atleten. Iemand van 8 jaar, die in december jarig is en januari, daar zit een jaar verschil op, dus dat heeft wel wat diversiteit. Maar ja, afhankelijk van waar dat gymnastje op dat moment staat, ja, bepaal je de doelstellingen en dan moet je achteraf niet denken, wat als? Nee, je hebt de doelstellingen behaald of vastgelegd en je probeert daar naar te werken. Ja. Ik vond het ook gewoon mooi om te zien dat door dat breed open te trekken met de vraag van wat is de coach of de trainer van de toekomst, kan er mij bij inleven dat sommige mensen die dit nu aan het bekijken zijn of aan het luisteren zijn en zelf aan een coachcarrière beginnen of al eventjes mee bezig zijn en met veel vragen zitten, de manier dat dat brengt, toont dat er nog veel uitdagingen zijn. Dank dat wel, ja. Maar wel ook veel kansen, ja, voor een coach dan ook. Hè? Zie ik dat een beetje juist? Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat er vaak heel gepassioneerde mensen in de zaal staan, want ja, dat aantal uren wordt gedaan na de werkuren. Dus dat als je dan niet met passie in de zaal staat, dan doe je dat niet. Dus ik denk dat zeker perspectief biedt voor de toekomst. Maar het is niet gemakkelijk om als trainer, ja, dat te blijven leveren. Ja, als je inderdaad gezin en werk en dan nog een keer die trainingsuren. Dus dat biedt zeker heel veel uitdagingen. Dus ik denk dat daar de toekomst hopelijk ook wat meer flexibiliteit brengt. Op welke manier flexibiliteit? Want nu spreken we eigenlijk een beetje over de veerkracht van de coach. Ja. Ik weet niet of dat het discussiepunt voor deze podcast is, maar ik denk dat het professionaliseren van het beroep trainer is voor mij, ja, cruciaal om stappen te zetten in die richting. Maar
dat hangt niet af van ons, dat hangt af van ja, een beetje het systeem van hoe dat gezien wordt. Hè. Als leerkracht ben je, is dat je job, maar in een clubstructuur blijft het trainer zijn echt gewoon een passie en een hobby. En ja, 20 uur in de zaal of 12 of wat dan ook, het zijn sowieso veel uren. En waar dat je in een sport soms met 6 uur, dat dat het pakket is, is 6 uur is bij ons gewoon super weinig training en competitiesetting. Ja, dus, opwarming. Ja, voilà, dat is opwarming. Ja, ik denk echt, oh, ik heb maar een uurtje meer. Dan is dat kort, terwijl dat een ander verhaal is, een uur gewoon de training op zich. Dus ja, we zitten gewoon in de setting dat gymnastiek heeft heel veel uren nodig en dat is part of the job of the deal. Dus ja, chapeau voor de trainers die dat allemaal blijven doen naast het werk. Vooral chapeau voor u, want ik vind dat het enorm overbrengt op een manier van oké, er zijn challenges, er zijn uitdagingen, maar je geeft op een zeer hoopvolle manier binnen van kijk... Ik hoop ook echt dat er in de toekomst... de mogelijkheden benut worden. Maar, ja. Zo komt het over. Ik moet zelf denken aan trainers en coachen uit het verleden, waar ik mee ben omgegaan, waar ik nu op een andere manier naar kijk, door uw uiteenzetting. En daar, ik had sowieso al een gezonde vorm van respect daarvoor, maar nu nog meer, omdat ik ook snap wat dat er allemaal bij komt, natuurlijk. Ja, en dan sta ik in de luxe positie, want voor mij is het wel mijn job. Dus ik denk dat zeker niet te onderschatten is, dat aantal uren dat vaak in de zaal gestaan. Kun je dan van trainer je job maken? Dat is misschien niet super topical, maar ik stel mij toch de vraag. Ik kan mij toch voorstellen dat er een trainer nu aan het luisteren is van dan zou ik ook wel met een job van willen maken. Ik heb helaas de oplossing niet. Ik denk, de oplossing is dat je het als job kan doen. Zoals dat je leerkracht in het onderwijs als job hebt, of dat je in de danssector professioneel als dansinstructeur aan de slag kan. Ja, zou dat top zijn dat niet alleen in dans of voor school zo is, maar dat je ook en gelijk welke sport als ja, specialist aan het werk kan. Dat is denk ik een oplossing, maar dat is niet zo makkelijk te creëren, denk ik. Anders was het al lang zo geweest. Ja. Ja, en ik denk in de cultuur is het ook. Hè, een tekenschool is dat ja, een job als je dat doet. Maar in de sportsector is dat niet. Dus, Het is iets waar we samen mogen aan werken, want het heeft zeker ook zijn nut. Het biedt kansen, ja. Het is misschien niet voor iedereen weggelegd, maar het biedt denk ik wel kansen voor de toekomst. Ja, mooi. Ik heb de indruk dat we hier nog maar net begonnen zijn, maar ik heb al een zee van informatie binnengekregen. Dat is ook wel een beetje off-topic nu, denk ik. Maar dat moet ook kunnen. Dachten we smijten dat er eventjes tussen. Ik denk dat het wel interessant is, hè. Om dan even terug on-topic te sturen. Ja. Heb je de indruk dat er een soort basistip is die soms te veel over het hoofd wordt gezien, die je graag nog zou meegeven aan... De gouden medailles van de tips. De gouden medailles. Ik denk dat je in de huidige cultuur en met al de info dat je nu kan krijgen, Instagram en Facebook en online platform, dat je heel veel informatie kan pikken van iemand of kan verkrijgen, maar dat je als trainer wel altijd je eigenheid moet bewaren. Dat het geen zin heeft iemand zijn stijl te kopiëren, want dat het altijd een beetje onecht overkomt als je het dan zelf gaat toepassen. Dus ik zou zeggen, bewaar je eigen stijl, bewaar je eigen manier van doen en pik al de dingen dat je denkt van, ik kan het gaan toepassen en ik kan het een beetje aanpassen aan hoe ik het breng en probeer het dan zo richting te geven. Dat klinkt als een perfecte mix. Authentiek blijven, maar hier en daar zo wat dingen meepikken. Ja. Logisch, kijk. Dat is een zeer goede tip waar we eigenlijk gewoon een keer moesten bij stilstaan. Voilà. Ik weet niet hoe dat nu zit, maar ik heb al heel veel bijgeleerd zonder dat ik een gymnast ben en zonder dat ik daar eigenlijk veel van wist. Maar toch, kom binnen, hè. Wie weet zien we Niklas binnen 5 jaar in het toestel turnen. Free running, zou zeker lukken. Kan. Super, merci Josie om helemaal tot hier te komen en ons te vergezellen vandaag. Wij danken u en Gimvet ook. Graag gedaan. Super, de max.